De staking van aanstaande woensdag bij de RET gaat door. Dat heeft de rechter besloten na een kort geding voor de rechtbank in Rotterdam. De directie van het openbaar vervoersbedrijf had geprobeerd de staking tegen te houden. Woensdag rijden tussen 9 uur in de ochtend en 3 uur in de middag geen bussen, trams en metro's van de RET. Het is de vierde keer sinds begin dit jaar dat het werk wordt neergelegd. Rotterdam gaat stadswachten voortaan ook inzetten in het havengebied. Het havenbedrijf en de dienst Stadstoezicht hebben daar afspraken over gemaakt. Het havenbedrijf wil met de stadswachten sneller kunnen optreden bij overtredingen. Op de A4 bij knooppunt Benelux is een vrachtwagen door de middenberm gereden. Hij is 2 keer door de middenberm geschoten en kwam op de afrit naar Hoogvliet terecht. Mogelijk was er sprake van een klapband. De 57-jarige chauffeur is afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij is aanspreekbaar en de verwondingen lijken mee te vallen. Dinsdag in de loop van de dag bestaat de kans op zware onweersbuien. Mogelijk met hagel, zware windstoten en ook veel water. Houdt u de berichtgeving goed in de gaten. Het is zeer warm met temperaturen rond 31 graden. In de avond koelt het af.